Luister even, ik sta hier om niet te weven, maar om de waarheid voor te lezen. Ga naar school, doe je best. Zorg ervoor, je mist geen les. De UNSDG jeugdambassadeurs zijn sinds kort gestart met het distribueren van schoolpakketten aan leerlingen over het hele land. Onlangs zijn de kinderen in het district Marowijne blij gemaakt met een goed gevulde schooltas voor het komend schooljaar. We praten over het investeren in menselijk kapitaal. Wereldwijd zijn er doelen vastgesteld om aan bepaalde dingen te voldoen. En men noemt dat de Sustainable Development Goals. En daaruit heeft men enkele dingen uitgehaald om de jonge mensen tegemoet te komen. Behalve dat men praat over hongersnood, praten ze ook over het bestrijden van armoede. En dat ieder kind, ieder mens recht heeft op onderwijs. Wil je iets worden in de maatschappij, is het heel belangrijk dat je je best doet op school. Ik weet dat een paar mensen het misschien dit jaar niet hebben gehaald, maar je hebt eruit geleerd, volgend jaar beter. Degene die over zijn gegaan, doe harder je best. Omdat ik weet dat er mensen hier zijn die straks in mijn positie zullen zijn, die straks een UNSDG ambassador zullen zijn, een arts, een leerkracht, wat dan ook, een ingenieur, een piloot, een stewardess, je hebt je dromen. Koester je dromen dagelijks. We hebben onze banner meegenomen. Als je kijkt naar onze banner, zijn er 17 doelen daar. Dat zijn de 17 Sustainable Development Goals. Deze goals zijn door de Verenigde Naties samengesteld om de aarde een beter plek te maken voor mens, plant en dier. En hoe ga je dat doen? Wij zijn hier om invulling te geven aan doel nummer 4. Dat is quality education, kwaliteit onderwijs. En daarom zijn we hier om aan Marowijne schooltassen te verstrekken. Zodat het moet zijn dat wanneer men je stuurt naar school van hey A of hey B, je moet naar school, je hebt recht op onderwijs. En anderen zeggen het is een plicht en anderen zeggen het is ook een recht. En wij zijn hier om invulling te geven aan doel nummer 4. We hebben Marowijne heeft 2500 schooltassen. Dat wil zeggen dat 2500 studenten of leerlingen van Marowijne met een schooltas van ons het nieuw schooljaar zullen beginnen. Wij als UNSDG jeugdambassadeurs hebben gemeen om wederom schoolpakketten te verdelen in het district Marowijne. En dat is wat mijn collega zei. We hebben het aantal opgekrikt naar 40.000, waarvan 2.500 zijn voor Marowijne. Maar zie dat niet lichtjes, als ik jullie aandacht heb. Zie dat niet lichtjes. Zie het niet alsof, ja, ik kreeg een pakket vandaag, en dan gaan we zitten, en dan heb je weer mijn mooi pata, en dan heb je weer mijn mooi uniform, en dan gaan we het zo laten, want dan ben ik mevrouw Tita Vet. En dan ben ik meneer Mooi Boei. Dan wil ik weer juffrouw Edina Skoro. En dan zitten we er maar bij. Nee, dit is slechts een handreiking. Omdat wij als jongeren de bouwstenen zijn van onze natie. En wij zijn de toekomst. En geloof me, als wij als jongeren, want wij zijn jong, we zijn allemaal hier jong. En sorry voor de ouderen, maar wij gaan het zaakje moeten overnemen. Ja, jong en geest. Maar wij gaan het zakje moeten overnemen. En als wij als jongeren samen één doel hebben en samen ervoor zorg dragen dat onze toekomst er rooskleurig uitziet, let wel, rooskleurig uitziet, dan moeten we starten met de scholing. Als wij elkaar scholen en als we ervoor zorg dragen dat samen met de regering wij ons best doen als jongeren, dan denk ik dat het goed komt. Want ik geloof wel, ik geloof wel dat er 100% een president hier vanuit Marowijne kan komen in de toekomst. Toch? Ik geloof
dat er zeker een directeur van een bank of een andere instelling of een korpschef of een bevelhebber of mee bribi in een ontwikkeling voor de jongen ja in Marwina. Kan toch? Ja! Help ze met schoolwerk. Als het niet kan, zoek iemand die dat kan.